Goedendag dames en heren en welkom weer. Vraag een beetje een korte video en misschien wel heel saai. Het gaat over koeien en daar vinden jullie nog zo heel veel aan, maar we doen het lekker toch. Om te beginnen gaan wij kijken naar een vaas. En dat is die dame die erachter staat. Maar we hebben ze in de kant. Mevrouw, wat nummer heb je weer? 9750. Die hebben jullie gezien dat die geboren is en we hebben er tussendoor al een kleine video van gemaakt en nu krijgt ze een mooie uier. Ze is wel een beetje overgelopen hier dat dan. Ze wilde niet goed drachtig worden, maar ze is nog wel drachtig. Maar goed, ze moet binnenkort kalven. Dus update on dat. Dan hebben wij hier mevrouwtje 22. En 22 hebben jullie gezien op Facebook en Instagram. Die had die bloeding. En ze is nu alweer redelijk bij zinnen. Haar neus wordt ook weer een beetje roze. En die was hartstikke wit. En dat kwam natuurlijk dat ze zoveel bloed verloren had. Want ik vond dat. En als je het niet meer. Ik vond een grote plas bloed op de roos. Dus ik denk, verrek, van welke koe komt dat nou? En toen vond ik een paar meter verderop vond ik haar. Als je die forum niet gezien hebt, kijk even op mijn Facebook en mijn Instagram. Of Instagram. En ik vond haar en ze lag in de box en ik had haar geen halve later moeten vinden, want dan was ze gewoon hartstikke dood. Ik heb gewoon mijn vuist tegen de wond aangehouden en met de andere hand de veearts gebeld. Rot is op, kaart. Dus de vuist ging aangehouden, met mijn andere hand de veearts gebeld en die kwam. En het kan twee redenen hebben. Iemand zei bij de vorige video van waarschijnlijk is het een oude smetwond die open is gegaan. Maar dat gebeurt nog wel eens, daar hangen de vellen erbij. Nou ja, het zou kunnen, maar het is een oude koe. Het zou kunnen dat er iets in het zaagsel gezeten heeft. Ik heb natuurlijk het zaagsel van een paardenhouderij, van een manege. Die verliezen ook een keer wat van die hoefkrabbetjes zo, waar ze de hoeven van een paar en dergelijke mee schoonmaken. Misschien is ze daarop gaan liggen. Heel enkel vind ik zoiets. Dus dat zou kunnen, dat denk ik niet. Ik denk dat het een oude smetwond was. Maar goed, zoals je ziet, ze is gewoon weer hartstikke attent. Niks aan het handje. Hier heb ik dan koe 22 zoals je ziet en die heeft gisteren gegeven. 17 liter en er was 13 verwacht en dan gaan we even een paar dagen terug. Gaan we even een week terug, dan gaan we even naar maart, nou laten we zeggen 25 maart. Toen was de verwachting 0, even kijken, even maar verder terug. Oh, je heeft niet helemaal goed met de verwachting, maar dat maakt niet uit. Op 21 maart zag je 32 liter. 22, 37 liter. En op 24 maart gaf ze nog maar in één keer 7 liter. 6,99. Dus daar zie je het toen is het gebeurd. Dus die melk is gelijk naar beneden gegaan. En ze zit nu dus weer op 4 april. Nou weer op 17 liter. Dus waarschijnlijk. Waarschijnlijk komt het wel weer goed. Het komt wel weer goed. De koe is wel weer goed te pas. Dus, maar goed, de melk is natuurlijk wel een beetje super kwijt. Maar de koe leeft nog en dat is ook al heel wat. Nou, hier heb ik koe. Hier heb ik koe 35. Het schittert maar door het licht. Daar staat het. En die heeft gisteren 4 april gegeven. 47 liter, het was verwacht 44, maar 47 liter gegeven, dus die doet het hartstikke goed. Nou, hier zien jullie koe 35, erg attent, zoals ik net al zei, 47 liter melk. En de camera is verrekt slecht te zien. Maar je ziet hier, die deur nog steeds. Het is heel moeilijk te zien, maar de deur zit er nog steeds als ze gaat staan. Het komt van een kalven en daar zit kraakbeen tussen. En dat kraakbeen wordt tussen de heupbeen en het ruggenmerg. En dat kraakbeen wordt week
als de koe gaat kalven en het is als het ware het ruggenmerg wat weggezakt en dat komt daarvan. Ze geeft nu nog voldoende melk, maar helaas is het wel haar laatste ronde. En dat spijt mij vreselijk, want je kunt wel nagaan dat een koe nu 47 liter melk heeft na een ongeluk of een, het was niet eens een ongeluk, maar na een situatie waar zij in geweest is. Er is een koe dan, die daar weer zoveel melk geeft, dat ik het verrek jammer vind dat die koe weg moet doen. Maar ja, het is niet anders. Maar goed, ze is er dan nu nog. En ja, anders had ze het gewoon niet overleefd. Ik bedoel, als ze niet in de benen kan, overleeft ze het niet. Dan moet je gewoon afscheid nemen van zo'n beest. En het is hard, maar zo is dat nog een keer. Zo is dat nog een keer. Maar goed, ze is hartstikke lekker vast. Dus ze loopt nog wel een beetje raar. Nou, doe ik gelijk even een paar kijkersvragen. En sorry dat ik niet gereageerd heb, maar ik keek net even naar de video van vorige week. En toen zag ik dat er vragen gesteld werden. En op een of andere manier heeft YouTube mij dat niet verteld. Want normaal gesproken krijg ik een notificatie van die en die die heeft een vraag gesteld. Of heeft een reactie geplaatst. Is deze keer niet gebeurd. Zag ik net allemaal. Dus gauw er even nou gelijk even bij de kop pakken, want dat is net zo makkelijk. Vraag 1 was van, wil je een foto of een video maken van het hekwerk bij je robot? Nou, dat is dit. En de robot is uiteraard, die staat daar, je ziet die koe daar en dan hebben we hier nog een gang. En die gang heet, Gea noemt dat een guided exit. Waarom hebben wij dat nou? Nou, dat is eigenlijk om deze reden hier ook. Je ziet hier ook allemaal hekwerk en dit hek bijvoorbeeld staat nou die kant op. Dat betekent dat de koeien hier weer de stal ingaan. En dat hekwerk, deze, die kan ook zo. En dan gaan ze daar naar de separatieruimte. Doe ik dat hefhek daar. Er is een hefhek. Doe ik naar beneden. Heb je een koe gesepareerd. Mooi apart voor de stier of voor de bekappen of voor de veearts. Waar je maar van nodig hebt. En dit hek kan ook openklappen deze kant op. En dan kunnen de koeien naar buiten. Dus daar is dat hekwerk allemaal voor. Een guided exit heet dat. Ontzettend handig. Ontzettend handig. Als je nadenkt over een melkrobot, zou ik ook zeker hierover nadenken. Tweede vraag was, ik moet even mijn telefoon erin bijpakken. Tweede vraag was, Farmo Fanatic uit Pennsylvania, Amerika. Die vraagt van, did your dad farm? Yes, my dad did farm. And my grandfather did too. And my great grandfather did too. My great grandfather bought this farm in, I think, 1894. En, well yeah, here we are. Dat ga ik niet in het Nederlands ondertitelen, jongens, jullie kunnen allemaal heel goed Engels. Alexander Eshuis vraagt van, soms kun je met siliconen sprayen dat lekken stoppen. Dat ging over de vorige video, dat ik die pneumatische cilinder repareerde. Ja, dat kan. Dat klopt. Maar, zoals ik ook in die video zeg, ik heb nu al even tijd met repareren, maar wanneer gaat het ding helemaal kapot? Als je er geen tijd voor hebt. Zometeen dan wil je, gaan de koeien naar buiten, ga je gras maaien, dan weet ik allemaal wat niet meer zei. En dan gaat zo'n ding kapot. En dan heb je er nog net geen tijd voor. Dus vandaar dat ik het nu gedaan heb. Mike Raben, komt die melkrobot bij Eerzendam weg? Ja, die komt bij Eerzendam weg. Bolmesh, volgens mij Ellen. Ga naar het kanaal, hartstikke leuke video's. Bolmes vraagt van, interesting, I didn't know robots went wrong. Well, Ellen, they do. Peter Imker, of Imker, die zegt van, mooie corona handschoentjes aan. Dankjewel. John Stevens uit Minnesota, dacht ik. Die zegt, pretty cool setup, not boring at all. Well, thank you, John. Ja, hier is degene MK die zegt van, nou, het komt van die bloeding van die koe. Dat komt waarschijnlijk grote kans door smet, mortellaro aan het uieren. Mortellaro zit natuurlijk normaal aan de poten, maar als een koe ligt, dan ligt ze op de poten. Dus daar kun je dan die smet van krijgen. Dus dat zal het waarschijnlijk wel zijn. Even kijken, Lucas ZKBM. Nou ja, ik heb je vraag net beantwoord. Dan hebben wij nog, ik heb er nog één gemist. Bloedtransfusie bij koeien, wie vraagt dat?
Ja, daar staat U2 Peter, maar zou een U2 Peter wezen. Bloedtransfusie tussen koeien, wauw. Moet je nou nog letten op een bepaalde bloedgroep? Nee. De eerste keer niet. De tweede keer geloof ik wel, maar dat was dan deze keer niet nodig. De eerste keer neem je gewoon een koe die droog staat. Die had nog een tijdje duur voor als ze kalf, dus tijd genoeg heeft om weer extra bloed te maken. We hebben bloed gehaald uit de halsslagader. Een liter of 3,5. Die koe waar we het uit hebben gehaald had helemaal geen centje pijn. Dat zeg ik, die had geen centje pijn. En die andere koe, die je net gezien, die is weer nou ja, redelijk goed op pas. Last question, I'm gonna do this in English. Saves me a lot of translating and writing captions. James O'Brien from Ireland. How does the robot know when a cow has mastitis? Well, the robot doesn't know. The robot... hang on. The robot measures the... Live Google Translate. Geleidbaarheid, which in English is conductivity, if that makes any sense to you. So it measures that every single time, and most of the times when a cow has mastitis, the teat that has mastitis will produce less milk, so therefore the cow will produce less milk as the robot expects. So the cow will get an incomplete milking. And I look on the screen where we just looked at for those two cows, and I can see which cow has an incomplete milking, and I can see why a cow has incomplete milking, because I go to the cow's conductivity. And I can see, good teeth, how the conductivity is. And if one teeth is high, I will grab the cow, put it in the robot, and I can just pull it out. And if needed, I can apply antibiotics. So, that's that question. Nou ja, dat was de video van vandaag. Sorry jongens dat ik niet op alle vragen direct geantwoord heb, wat ik normaal wel doe. Het is wel, ik moet eerlijk zeggen, naarmate mijn kanaal groeit, wordt het wel een steeds grotere uitdaging om alles bij te houden. Maar YouTube heeft in dit geval mij alles niet verteld en ik keek niet de hele dag of ik nog vragen of opmerkingen of dergelijke kreeg. Maar goed, hartstikke goed jullie vragen stellen. Blijf dat vooral doen. Ik zou zeggen voor nu, like, reageer en abonneer als je dat niet hebt gedaan. Volg mij uiteraard op Facebook en Instagram, maar daar kom je ook soms rare dingen tegen. En let's make farming great again!